vaak zien mensen mijn foto's. En dan bij een enkele foto is het dan wel zo dat mensen echt even zoiets hebben van wow, wat heftig. Maar tegelijkertijd ook wel aangetrokken zijn tot het beeld zelf. Op het moment ben ik vooral bezig, na de laatste tijd vooral met veel seksualiteit en vrouwelijke seksualiteit. En hoe dat wel of niet getoond mag worden en hoe ik mij daar zelf bij voel. En dat probeer ik te uiten via het fotograferen van mezelf. Kijken welke grens ik op kan zoeken en dat vervolgens ook online plaatsen en hoe dat wordt ontvangen. En ook wat er als seksuele content wordt gezien en wat niet. Echt waar ik nu heel erg mee bezig ben, is juist veel mannen te gaan fotograferen. Ik heb nu een hele tijd mezelf gefotografeerd. En ik had zoiets van, nou, ik ben wel eens heel erg benieuwd naar die mannelijkheid. En hoe dat geportretteerd wordt ook in de media. En hoe ik dat zou willen laten zien. Ik ben ontzettend intuïtief ingesteld. En ik zal letterlijk echt het kleinste dingetje op de dag interessant kunnen vinden om daar een hele fotosessie aan te wijden of een bepaald gevoel. En dan duik ik gewoon de studio in met een aantal materialen, props of bloemen die ik heb gevonden of gekregen of die net aan de zijkant van de weg stonden. En dan ga ik daar gewoon de studio mee in en dan door juist te spelen en mezelf helemaal los te laten, ga ik beelden maken waarbij ik mezelf ook verras. En eigenlijk iets probeer te vertellen over die verhouding tot die vrouwelijkheid of die mannelijkheid of allerlei stereotype ideeën. Dus het is altijd zit het er sowieso in bij mij. Wat ik leuk vind om te doen is dat het heel esthetisch is, dus heel mooi en liefelijk is om naar te kijken in de eerste blik. En in de tweede blik moet het schuren, moet het rauw zijn. En moet ik eigenlijk iets vertellen over aannames die we hebben of over vooroordelen. En dat vind ik heel interessant in een beeld. En of dat nou vrij werk is of dat nou commercieel werk is, dat moet er altijd voor mij in zitten. Voor mij denk ik eigenlijk dat het meer over activisme gaat in mijn werk en de manier waarop dat ik te werk ga. En feminisme is eigenlijk toevallig een onderwerp waarin ik activistisch ben. Dus ik vind het interessant om grenzen op te zoeken en randjes. En als ik het gevoel heb dat ik ergens in word beperkt, als ik iets niet zou kunnen doen, dan vind ik dat juist interessant om dat op te zoeken en te onderzoeken. Om te kijken waarom dat is. En ik heb dus ook iets nodig om tegenaan te schoppen. Dus op het moment dat Instagram tegen mij zegt, ja, het mag niet naakt, dan denk ik, Oké. Even kijken hoe ik die regels kan oprekken en waarom dat niet mag. Dus aan de ene kant verzet ik me er ontzettend tegen. Maar ik probeer het wel dus juist als inspiratie te zien en niet iets wat mij tegenhoudt.